Diakonessen in huis Suriname heeft donderdag airco's ontvangen ten behoeve van de jongens, meisjes en kleuterzaal. De donatie ter waarde van $7000 is gedaan door de bedrijven M&M Mining, Sax Events en Tranquilo Mining. Marguerite Muringen, kinderarts van het Diakonessenhuis, sprak haar waardering uit aan de donateurs die het verblijf van de kinderen zo comfortabel mogelijk willen maken. Met ons lekker tropisch klimaat is het soms een beetje niet zo makkelijk of prettig vertoeven op de zaal zonder airco en 's avonds de muskieten. Maar door deze schenking, deze donatie, kunnen we de zorg voor onze zieke kinderen wat aangenamer maken. En ik ga natuurlijk direct van deze kant uit een beroep doen dat jullie erover nadenken om nog een unit een airco te sponsoren. Daar zouden we zeker ook blij voor zijn. Onze behandelkamer die behoeft ook een airco. Maar we zijn zeer dankbaar dat jullie bedrijf reeds deze 3 airco's gesponsord heeft. Hartelijk dank. Nicole Salons, directeur van Sax Events, gaf aan dat ze de geste met alle graagte heeft gedaan. Volgens Suzanne Cromo di Harjo Castiglion, hoofdzuster van het Diakonessenhuis, betekent deze geste heel veel voor het ziekenhuis. We zijn blij met deze gelegenheid om als ondernemers wat terug te kunnen geven aan de samenleving. In het bijzonder de ziekenzorg. En ook zijn we blij om gebruik te kunnen maken van deze gelegenheid. Dat we wat kunnen teruggeven aan de samenleving. En dat we de kinderen blij kunnen maken met verkoeling op de kinderafdeling. We danken het Diakonessen Ziekenhuis dat ze ons de gelegenheid hebben gegeven wat terug te kunnen geven. Dankjewel. En voor u is het project, u heeft een project gerealiseerd. Maar het is voor ons meer dan dat. Het is voor de kinderen die hier liggen fantastisch. Ik heb het de afgelopen dagen mogen ervaren. Als je ziet hoe ze erbij liggen, ik ken de periode ervoor, voorpoeling en de periode daarna. En ik moet zeggen dat het zeker wel bijdraagt aan de vreugde en het comfortgevoel die ze mogen ervaren in ons ziekenhuis. Dank van onze kant, ook namens directie, staf. Heel blij zijn we hiermee en wat ik ook geleerd heb uit deze periode, ik ben zelf ook verpleegkundige, maar waar ik voornamelijk op gewezen werd, met name door het hoofd van de afdeling. Ik zeg, ik kom, maar die airco is niet aan en dat was op een bepaalde dag. En toen zei ze, weet je, we hebben ook wel een doelgroep die niet in de koeling kan. En ze gaf dat aan en ik wil het even zeggen, dat zijn kinderen die met een sikkelcelcrisis binnenkomen. Die kun je dus niet in de airco plaatsen. Want anders kregen ze nog meer pijn. U zag dus Suzanne Cromo di Harjo Castiglion, hoofdzuster van het Diakonessenhuis. En daarvoor zag u Nicole Salons, directeur van Sax Events. Ze spraken na de inontvangstname van de airco's ten behoeve van de jongens, meisjes en kleuterzaal van het Diakonessenhuis.